Gent begint het snedigst aan de match. Vijfde minuut. Smeets krijgt de bal van De Meijer en Barca. Tikt door naar Sbarri. Schot. Niet goed gericht. Niet getreurd. Meteen daarop opnieuw proberen. Dragutinovic naar Herman. Die omspeelt Van Kessel. Schiet. En dat is al heel wat dichter bij doel. De uitblinker bij Gent is Dragutinovic. 1-2 met Douwen. Sbarri wacht. Die krijgt de bal. Gaat dan voorbij Van der Veen en Van Kessel. Schiet ook, maar niet goed. Lommel doet wel goed mee, maar kansen komen er niet. Die zijn er eerder aan de overzijde. Nivaldo knap in de loop van Frank Douwen. Maar die mist zijn schot compleet. Na 20 minuten komen de bezoekers voor het eerst gevaarlijk opdagen. Van Geneugde, het vertrekt allemaal van bij hem tot bij Canaerts. Zijn schot gaat voorlangs. De reactie van Gent meteen daarop. Herman naar Dragutinovic. Douwen vraagt de bal. Met zijn lange rechter onderschept hij die. Geen Gentenaar om af te werken. Wel een Lommelaar die de bal in eigen doel trapt. 1-0 na 24 minuten. Vreugde bij Sbarri en Douwen. Maar het is wel degelijk Gert Canaerts die scoorde. Jacky Matthijssen tegenvoets geklopt. Jammer voor Lommel dat net in de wedstrijd aan het komen was. Daar is Lommel opnieuw met Scavone. Goed naar Waligora. De kopbal amper naast. We gaan naar de rust. Van Geneugde stuurt Fadiga weg. Kansje toch, maar Savic is goed uitgekomen. We rusten bij 1-0. Zowat hetzelfde spelbeeld na de rust, vooral Gent dus. Vrijtrap Barca. Noben zet er zijn hoofd tegen. Matthijssen en Sbarri naar de bal. Matthijssen lost. Sbarri is attent en het staat 2-0. Geen beter begin van de tweede helft in te denken. Nordin Sbarri zijn 13e doelpunt van het seizoen. Gelijk spelen tegen Anderlecht en 3 dagen later onderuit in Gent. Dat kan niet, vindt Van Geneugde. Vrij trap Van Geneugde. Noben zet er zijn hoofd tegen. En het is doelpunt. 2-1 na 9 minuten in de tweede helft. Mooi doelpunt toch. Harde kopbal van Michel Noben. Zijn eerste competitiedoelpunt. Gent verliest wat later Frank Douwen. Heel onschuldige beweging, maar de knie van Douwen begeeft het opnieuw. Douwen moet afgevoerd worden. Was pas aan zijn 3e match bezig na een afwezigheid van 4 maanden. Scanneronderzoek moet nog gebeuren, maar Douwen is wellicht oud voor lange tijd opnieuw. Zonder Douwen gaat het toch ook. Dragutinovic, knap schot, net over. Meteen daarop vrije trap Barca. Het gaat naar de ingevallen Verhoenen. Sbarri in 1 tijd, ruim over dit keer. Bij Lommel zijn Van Veldhoven en Fadiga terug uit schorsing. Goeie combinatie in de loop van Tom van Mol. Savic redt makkelijk. Bij Gent raakt de organisatie stilaan zoek. Alle initiatief komt nu van Lommel. Daar is Van Geneugde met het schot net over. Nog 5 minuten. Nivaldo stuurt de bal naar Sbarri. Die pikte mee met de bovenarm. En tot dan goed fluitende Van Driessen fluit niet. Sbarri gaat door op weg naar de 3-1. Maar Jacky Matthijssen die voorkomt dat. De slotminuten zijn voor Lommel. Fadiga naar Van Mol. Voorzet. Kopbal Jansen. Kopbal Canaerts. De bal gaat er niet meer in. Gent-Lommel 2-1.